Het Nationaal Archief Suriname en het Joods Historisch Museum hebben gisteren een lezing gehouden met als titel De Joden van Suriname, een gekleurde geschiedenis. De lezing is verzorgd door Julie Maarten Cohen, conservator cultuurgeschiedenis in het Joods Historisch Museum en samensteller van de tentoonstelling Joden in de Cariben. Tijdens de lezing gaf Cohen een beeld van de historische context van deze koloniale geschiedenis. Ook gaf zij antwoord op de vraag waarom vandaag de dag de Joden van Curaçao nog steeds een witte elite zijn en die van Suriname deel uitmaken van de gekleurde middenklasse. Curaçao, het aangezicht van de stad. Curaçao wordt in 1634 veroverd op de Spanjaarden door de West-Indische Compagnie. En op dat moment is het eigenlijk nog een heel erg achtergebleven gebiedsdeel. Maar die Nederlanders die zijn heel goed in al dat soort dingen, dus die zorgen er heel erg snel voor dat het eigenlijk de belangrijkste doorvoerhaven wordt, dat kleine Curaçao, van het hele Caribisch gebied en Noord- en Zuid-Amerika. En dat komt, dat kunnen ze doen, omdat het eigenlijk heel erg strategisch centraal gelegen is. En ook omdat het een natuurlijke haven heeft. En bovendien, de kolonisten die daar zich vestigen, waaronder dus ook die Portugese Joden, die hebben hele goede handelsrelaties. Waarom wordt dat eiland nou zo enorm succesvol? Dat heeft vooral te maken met de handel in slaven. En die komen naar dat eiland toe en vanaf dat eiland worden die slaven gebracht naar Zuid-Amerika. Naar al die Spaanse koloniën, Portugese koloniën die daar zit. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom dat een enorm belangrijk handelseiland wordt. Inmiddels delen de Joden van Suriname en Curaçao een geschiedenis van 4 eeuwen. Ze kwamen in de 17e eeuw vanuit Amsterdam en vestigden zich in de Nederlandse koloniën in de Nieuwe Wereld, vertelt Cohen. Wat u hier ziet, of eigenlijk niet ziet, dat zijn reglementen van de Portugees-Joodse gemeente. Tegenwoordig is het ook hier in dit archief te zien. Het was in Den Haag, maar het is inmiddels hier in Paramaribo. En daarin staat een van de reglementen waarin staat die regel dat die gekleurde Joden, die mulatten, niet meer gelijk zijn. Dat ze congregant zijn en geen jagidin. En dat ook als je getrouwd bent als Portugese Jood met een niet volwaardige Jood, dat je dan geen volwaardige Jood meer bent. Dat je dus niet meer dezelfde rechten hebt als dat je had. Behoorlijk hard, zou je kunnen zeggen. Volgende dia graag. Dit was weer een, Maar dit is eigenlijk een beetje wat u zult herkennen, want deze hele ontwikkeling is heel typisch voor Suriname en dat is dus wat je krijgt als je dus als je gaat mengen, dan krijg je een familie waarbij je in het midden meneer Fernandes hebt, een blanke man, een Portugese Jood, en die trouwde met een kind van een voormalige slavin, Clasina Elisabeth Vroom, en samen krijgen ze 8 kinderen. En ze hebben ook nog een schoondochter en die kunt u helemaal links zien, dat is die mevrouw helemaal in dat zwart. Julie Maarten Cohen, conservator cultuurgeschiedenis in het Joods Historisch Museum, gisteren in het Nationaal Archief Suriname. Ze heeft een lezing verzorgd met als titel De Joden van Suriname, een gekleurde geschiedenis.